Door het hele land is een paspoortpiek. Waarom dit zo is en hoe we dit aanpakken bespreek ik met burgemeester Victor Molkenboer. Welkom weer. Ja, goeiedag. Um, hoe komt het eigenlijk dat we een paspoortpiek hebben? Ja, dat uh, heeft uh, te maken met uh, het verlengen van de duur van de paspoorten. In 2014 waren de paspoorten vijf jaar geldig. En toen heeft men besloten om van vijf jaar naar tien jaar te gaan. En op het moment dat dat was ongeveer maart 2014, dus de mensen hebben allemaal um, um, hun paspoort voor die tijd net niet verlengd, die zijn het daarna gaan doen, dan konden ze het paspoort tien jaar verlengen. Dus in 2014 uh, ja, waren we daar eigenlijk niet zo goed op voorbereid. Een enorme piek. En, uh, nou, dus, uh, maar nu zijn we inmiddels tien jaar later en we hebben deze piek zien aankomen. Dus we hebben ons daar goed op voorbereid in de gemeente woorden. En, en normaal krijg je, uh, als je paspoort verlengd moet worden, een, een aankondiging van je paspoort uh, moet verlengd worden, en dat is dan een paar weken van tevoren. Dat hebben we nou bij iedereen uh, drie maanden van tevoren gedaan. En uh, aangegeven in de brief van, uh, uh, kom op tijd, uh, want uh, het is druk vanwege uh, de aanvraag van uh, nieuwe paspoorten. Uh, en op deze manier vangen we het, uh, vangen we het op. Uh -huh. um, een, an een ander uh, instrument wat we hebben ingezet, dat is dat we meer personeel hebben aangenomen. Twee mensen extra. Um, we hebben ook de openingstijden verruimd. Oh, ja. um, in de ochtend... Uh, en tijdens de lunch zijn we open en we hebben de middag wat verlengd. En ja, dat levert dan toch zo'n 500 uur op om uh, de paspoorten af te handelen voor oh. de mensen. En duurt dat dan nog wel steeds ietsje langer om dan een paspoort uh, aan te vragen? Nou, uh, doordat we de mensen vroeg gewaarschuwd zijn, uh, plannen de mensen uh, toch het eerder. Waardoor we het toch redelijk goed kunnen opvangen. Maar okay. uh, in januari hadden we bijvoorbeeld 600 aanvragen... Mm -hmm. En in februari was dat al dubbele. Nou, we zitten nou in maart en uh, dus het loopt echt wel op. Het is, dus, uh, maar dus ja en uh, in juni juli uh, komen de vakanties eraan. Dus ja iedereen moet wel even opletten, ondanks dat we natuurlijk wel de boel verruimd hebben, de openingstijden. Ondanks dat we iedereen eerder gewaarschuwd hebben. Er zijn altijd weer mensen die dan toch weer het, ja. Ja, op ja. het laatst komen. Maar ja, dus we, ja, ik wil iedereen oproepen. Kijk even of je paspoort verlengd moet worden. En uh, wees er vroeg bij. Uh, wij zijn erop voorbereid. Iedereen is aangeschreven. Dus uh, ja, volg, volg de instructies op. Mm -hmm. En je kunt uh, goed op vakantie gaan. Oké, okay, uh, Heeft het Rijk hier extra geld voor vrijgemaakt? Of moeten jullie dat zelf uh, ja, dat Ja, we krijgen <laughs> uh, een basisbedrag. Maar daar komen we eigenlijk aan tekort. Hm. Dus dat is uh, eigenlijk bij veel dingen van het Rijk. Uh, we krijgen heel veel dingen van het Rijk wat we moeten uitvoeren. Maar er komen uh, niet veel. Uh, vaak de, de, de volledige centen komen er niet bij. Dus we schieten er altijd wel bij in. Ja, oké. Okay. En weet u ook wanneer die paspoortpiek dan weer ophoudt? Nou ja, um... Uh, dat zal in de loop van 24 zijn. Hè? Dan zijn al die mensen die tien jaar geleden hebben dan inmiddels wel weer een paspoort uh, verlengd. Ja, en dan uh, komt de volgende hoos eigenlijk pas weer over tien jaar. Oh ja, oké. Okay. Nou, ja. bedankt voor uh, alle informatie en voor het gesprek. Ja. En dat mensen maar uh, op tijd hun paspoort mogen Kijk, aanvragen. Dat, daar gaat het om. Ja, uh, dit was de aflevering van RPO Actueel. Meer nieuws is te vinden op rpowoorden.nl of op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende keer.